Hallo, wij zijn Klaasje, Fred en Diva. We leven samen in de camper en trekken er zo vaak als we kunnen op uit. Wil je mee? Dat kan. Abonneer je dan en beleef het mee. Hallo. Hallo. Nou, normaal maken we altijd een filmpje onder de reden. Alleen dat ging niet, want het is zo donker. Het is pas 5 uur als we weggaan. Maar ja, met de wintertijd is het dan al donker aan het worden. Nou, vandaar dat we het nu doen. We staan op onze plaats in Steenlee bij Dwingelo. Nou, het zijn al vaker geweest. Het is hier altijd koud. Maar dat komt ook door onszelf. Want als het mooi weer is, dan is het hier zo vol, dan staan we hier niet. En zelfs nu, het is nog best koud. En we zitten in november, maar het is meer dan half vol hier. Dus het is gezellig druk. Nou, we gaan hier vanmiddag dit weekend blijven en we gaan nog even naar Dwingelo met de fiets. We fietsen nog verder wat en voor de rest heb ik geen idee wat we gaan doen en of we hier nog langer blijven. We houden jullie natuurlijk op de hoogte. We gaan eerst lekker eten. Lekker stukje vlees, wat soepje bij, broodje bij. Maak het makkelijk. Het is zondag, ik weet niet welke datum, maar de zon is erbij. Het is een veel mooier weer dan ik had verwacht. En daarom gaan we even lopen. Dat doen we eigenlijk niet genoeg. Dus vandaar nu wel. Dus. We staan dus in Steenlee en we reizen dus nu eventjes een kilometer of twee. Dus dat valt er wel mee, hè. Maar het is uitzicht is mooi en het weer ook. Zoals jullie weten komen we hier wel vaker, maar dit is altijd een mooi punt om eventjes een fotootje te maken of wat beeld te schieten van de campingplaats. Met een mooie hek op de voorgrond. Blijft leuk. Eerst even een indruk van het dorpje Lee met zijn mooie boerderijtjes met rieten daken. De hele tijd zit je in de camper en is het mooi weer. En je stapt op de fiets en het gaat regenen. Dan ben je lullig. Wat? Ik zou je aan zo. Hier zijn we op de Brink van Dwingelo. En de Brink, dat is het centrum van het dorp. Dat is standaard in al die Brinkdorpen hier in Drenthe. Met een heel groot veld. Hele oude bomen. En heel gezellig. We zitten hier in Dwingelo.
in een café, in een hotel. We blijven hier niet slapen, maar het is wel lekker. En we moeten ook weer terug natuurlijk. En onderweg zagen we nog een hele oude trekker. Zo aangekomen voelt het alweer wat gezelliger. Nu nog even gauw het strand op. Uiteindelijk lopen we nu in Callantsoog. We gaan de heuvel op, de duin op. En we zijn bij zee. Ik denk dat het een stukje lekkerder dan het bos dit keer. Nou, het is even rijden, dat weer wel. Dan zoek ik hier vandaag de plek om te overnachten. Maar eerst even lekker wandelen. Ja, zoals altijd heeft Nivoud enorm naar haar zin. Heerlijke wandeling hebben we nog even op het terrasje gezeten en dan moeten we nu een plekje zoeken om te overnachten. Zijn we gisteren al aangekomen hoor, we hebben het al niet vergeten te filmen. En we hebben lekker geslapen, hè? Ja. Het is hier wel lekker druk. Hoeveel waren dat toch? 16 of 17. 16, 17 campers. Ja. En nu we hier toch zijn, dan zouden we hier onder zeeboot liggen. Toen dachten we, laten we daar maar naartoe gaan vandaag. Dus hier is bewolkt. Ik keek net even op mijn camera en in Steenwijk schijnt de zon. Dat is een pik. Het duurt ook niet lang meer. Nee? Nou ja, gelukkig, dan is het niet zo erg. Maar we gaan even daar. Het zeemuseum, hoe noem je dat? Marine Museum.
weet niet waar ik van verwachten moet. Maar die onderzeeboot ligt hier en daar wil ik wel een keer in kijken eigenlijk. Nog nooit gedaan. We gaan jullie filmen. Nee, we gaan het voor jullie filmen. We zijn binnen. En we zijn nu bij het gedeelte van de geschiedenis. Achter mij staat al een heel mooi model. Het museum bestaat voor een deel uit de modellen van schepen en uit schilderijen van zeeslagen en uiteraard de grote mannen uit de geschiedenis, zoals Tromp en Michiel de Ruiter. We staan nu boven op de tonijn. Ik zal even laten zien daarachter. Ja, wil je zo goed. En we gaan nu naar binnen. Klaasje is er al. Een van de leukste dingen van dit schip was de uitleg. Het zijn allemaal oud-gedienden die er jarenlang gewerkt hebben. Zo, Klaas, je zit er klaar voor. Ons kan niks meer gebeuren. Er valt heel wat te zien in dat museum. En je kunt ook heel veel zelf doen. Heel leuk. Nou, we zijn nu klaar met de bezichtiging van het museum. Dat was heel leuk. De duikboot was natuurlijk het leukste. Het eerste gedeelte is vooral schilderijen en modellen van boten. Dat vind ik trouwens ook leuk. En we zijn nu in de wapeningsruimte. Nou, dat is nu ook het museum. En ook dat is interessant, want dat moet een museum ook zijn. En leuk. Vooral ook leuk om met die oude mensen, daar hoor ik zelf ondertussen bijna ook bij, maar de oude mariniers te horen praten over hun vak. Dat is heel leuk om te horen. Ze hebben ook veel meer verstand van dan ik ooit zou kunnen hebben. Maar goed, het is weer afgelopen. We gaan terug naar de camper. Fout. Het is nog helemaal niet afgelopen. We gaan nu naar de brug van dat hele grote schip, de Ruiter. Heel mooi, met heel mooie beelden. Vijand. Dat wil zeggen, als u in een vliegtuig zit op een schip, dan moet de piloot of op een schip de kapitein om de x aantal uren code veranderen. Nou, dat was het voor dit weekend. Wij hebben leuke dingen gedaan. We zijn in Drenthe geweest en vandaag heel hard gereden naar de zee. En dat was deze keer wel leuk, hè? Ja, echt wel. En het museum, dat vond ik ook wel mooi, eerlijk gezegd. Ja. Vooral de onderzeeboot. Ja. Dat was wel heel leuk. Ja. De onderzeeboot vond ik ook. Maar ja, ik vond die andere ook mooi, hoor, met die mooie beelden op die brug. Oh ja. Ja. Niet zo statisch, dat is wel leuk. Ja. En dit is het weer, hè? We gaan volgende keer weer. Dus tot de volgende keer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Oh ja, ik moet even vragen. Geef een duimpje. Dat vinden wij heel erg leuk. En bij Google van YouTube ook, geloof ik.
En je mag natuurlijk ook abonneren. Dan krijg je volgende keer weer een melding. Als je tenminste op dat belletje drukt. Dat we weer een filmpje hebben gemaakt. Tot ziens. Bedankt. Doei.